Roderick, gefeliciteerd. Vorige week je 150ste competitiewedstrijd. Die win je 3-1 bij de koploper. Vandaag het viermoment en die win je met 5-0 van Hardenberg. Ja, mooier kan eigenlijk niet, hè? Nee, mooier kan niet. Kijk, onwijs mooi aantal wedstrijden, denk ik al. Toch in 8 seizoenen 150 wedstrijden met corona er tussendoor. Dus ik even terugreken. Ja, dan denk ik nog, het duurt niet verkeerd. En als je hem zo afsluit met 5-0 en... Of wij waren heel goed, of we scoren op de juiste momenten, of wat dan ook. In ieder geval HC deed ook heerlijk mee voor die jubileumwedstrijd, of tenminste die vorige keer was. En nu dan om het te vieren. Dus ja, mijn dank gaat ook naar hen. Ja, het zijn wel twee wedstrijden, vorige week en deze week, waarin de nadruk op de verdedigende organisatie ligt. Wat vind jij daarvan? Ja, op zich gaat dat goed. Ik denk dat we sinds IJsselmeervogels, dat was overleven. Maar verdedigend stond het ook wel gewoon goed. Weinig weggegeven. Als je kijkt natuurlijk naar de eerste wedstrijden na de winterstop, dan gaven we veel te veel weg. Nou, er zijn wat wisselingen geweest. En als je nu deze week of afgelopen week kijkt met die 3 wedstrijden en nu vandaag, dan geef je gewoon bijna niks weg. Heb je die 0, behalve Bram Ros, die heeft gescoord bij ons. Maar over het algemeen scoort geen tegenstander bij ons, dus dat is lekker. Ja. Ja, de laatste 4 wedstrijden heb je er maar eentje tegen gehad, dus dat gaat super. Dat gaat super. En nou ja, goed, waar we ook goed in waren, dat is natuurlijk scoren. En dat lukt ook. Hè? De gasten die moeten scoren, die scoren. En ook de gasten die erin moeten komen. Delano, ja, fantastisch, scoort ook. En Bertje natuurlijk. Ja, en op het juiste moment de goals tegenhouden. Want ja, een kwartier voor het einde, dus hou jij een bal van de lijn, dan zou het 3-1 kunnen worden. Zou het dan nog spannend hebben geworden? Ja, nou, ik denk het niet. Als ik HSC vandaag zie, dan dat is niet een HSC die wij kennen. Maar goed, al met al, joh, je staat daar niet voor niks. West zei ook, goed gedaan, Ro. Ik zeg, ja, ik heb ook een taak daar, dus prima, joh. Heb je wat anders? Na een half uur verdiende jij een gele kaart. Daar zou niemand over getwijfeld hebben. Scheidsrechter zegt, de Kloeze dacht waarschijnlijk, ik ga een jubilaris niet met een gele kaart opzadelen. Denk je dat ook? Ja, dat denk ik ook. Nou ja, ik heb natuurlijk een goede band met hem over het algemeen op het veld. En misschien is dat het ook wel. Soms moet je wat vrienden houden. En hij zegt, ja, niet meer doen. Ik zeg, nou oké, okay, weet je, dan doe ik het niet meer. Ja. Of vroeg hij om de bosbloemen? Ja, nee, dat krijgt hij niet. Hij mag wel vragen. Bosbloemen gaan je moeder, naar je moeder, ja, hè? Ah ja, die gaat naar mijn moeder. Ja, die is er al heel lang. Dus nee, hoor, die kan ook hartstikke goed voor bloemen zorgen. Over het algemeen, ik niet. En thuis ook niet. Dus nee, mijn moeder kan het hartstikke goed. Even wat anders. Gisteren was er heel wat gedoe in de spelersapp. Op het veld was je vandaag scherp. Gisteren was je ook wel scherp, want die 1 april grap werkte niet met jou, hè? vaak zit ik ook wel aan de organisatie van zo'n grap. Dus misschien min of meer wist ik van tevoren al dat die grap besproken was. Ja, dus ik doe dan gewoon lekker mee in die groepset natuurlijk. En dan een beetje zout op het vuur. En nu iedereen denken, waar hebben ze het over? Ja, nou inderdaad, die weten het niet. En soms ook maar goed ook wat er in die groepset allemaal gaat. Dat hoeft niet iedereen te weten. Goed, waar gaat dit eindigen, Roderick? Want er zijn nog heel wat punten te verdelen. Bijvoorbeeld in april speel je 7 wedstrijden. Zou je maar 21 punten op kunnen halen. En dat moeten tegenstanders ook nog wel doen natuurlijk. Ja, kan gek lopen. Ik bedoel, als je nu kijkt naar de reeks die we nu neerzetten. Het vertrouwen wat we hebben. Dan kan er per pot, per 3 punten ga je omhoog. En alhoewel, ik Katwijk die al... die staat gewoon de straatlengte voor. Er moeten wel gekke dingen gebeuren of we die moeten inhalen of dichterbij moeten kunnen komen. Alleen ja, de wonderen zijn de wereld niet uit, joh. Dus we gaan gewoon lekker door. En ik denk, het belangrijkste is dat iedereen bij de groep ook blijft. Hè. Er zijn veel jongens die spelen. Er zijn ook heel veel jongens die wat minder hebben gespeeld de laatste tijd. En dat is toch wel een dingetje. Daar moet iedereen gewoon... iedereen moet erbij blijven. Want 7 wedstrijden in 1 maand. Ja, je weet net als goed als ik. Kleine pijntjes, alles erop en eraan. Iedereen heb je nodig.